Ik ga een video maken en met de titel God is liefde. Ja. In de moderne kerken hoor je inderdaad heel vaak, met name de evangelische, de pinkstergemeentes, etc. En ook bij andere kerken, katholieken, etc., protestanten. God is liefde. En dat klopt. Ja, God is inderdaad liefde. Dat klopt. Alleen wat je vervolgens hoort is zeg maar dat er heel erg, in mijn beleving dan althans, gedweept wordt over God is liefde en je naast God liefhebben en je naast te liefhebben als jezelf, et cetera. En de ander doet de naaste geen kwaad, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Allemaal waar. Klopt allemaal. Maar, daar wil ik toch een opmerking bij plaatsen. Van wat er vervolgens gedaan wordt, is van ja, er wordt verder niets uitgelegd van hoe doe je dat? Hoe maak je dat dan praktisch? Hoe, in welke kaders? Nou, ik ga een aantal voorbeelden aanhalen van liefde. Van hoe mensen elkaar liefhebben. Ik heb een keer een documentaire gezien, zeg maar. Ik weet niet meer welke documentaire, al lang geleden, en ik weet het niet meer welke documentaire. Waarin, zeg maar, bij een bepaalde Indianenstam, de jongetjes die daar opgroeien, die krijgen een bepaalde leeftijd en dan gaan ze een soort van volwassenheid test, volwassenheidsbeproeving moet je doorstaan. En wat ze dan moeten doen is met één of met twee handen, dat weet ik even niet meer, met één of twee handen in een soort van korf hun hand steken met mieren die hun ontiegelijk bijten. En dat moeten ze doorstaan, et cetera, et cetera, et cetera. En dat, die pijn moet je verdragen en als ze dat zeg maar verdragen hebt, nou, dat duurt 1 of 2 dagen voordat ze er echt doorheen zijn, zeg maar, want die pijn is vrij op een dag, ik weet niet, 1 of 2 dagen. En als ze dat hebben kunnen weerstaan, et cetera, dan zijn ze man. Ja, dan zijn ze geïnitieerd in hun mannelijkheid. En dat is een traditie die al kennelijk al honderden jaren in die Indianenstam gebruikelijk is. Want in hun beleving is dat liefde. Zo maak je van een jongetje een vent, een man. Dat is hun vorm van liefde. Dat tegenover staat bijvoorbeeld in Israël. Ik ben zelf een aantal keer in Israël geweest. Waar zeg maar als een jongetje 13 wordt. Dag 13, 12 of 13. Als hij 13 wordt, dan krijgen ze. Ze hebben natuurlijk een hele, best wel een lange tijd een studie gevolgd over de Torah en de Bijbel op de nacht. Etcetera, etcetera, etcetera. En wat ze dan hebben is bar mitzwa. En voor vrouwen de bat mitzwa. Bar en bat mitzwa. En wat ze daarbij moeten doen is zeg maar de Torah een stukje oplezen en wat andere dingetjes die ik misschien ook nog niet helemaal weet. Maar op zijn minst gewoon een stukje uit de Torah kunnen voorlezen, kunnen voordragen. En als ze dat staan hebben, dan zijn ze in hun, moet je van doen, zijn ze. Zijn ze man, zeg maar, zijn ze man of volwaarde vrouw, volgens de Joodse traditie. Maar goed, dat is hun manier van iemand tot man zijn, in hun liefdeskader is dat iemand tot man zijn brengen. In Nederland, waar wij wonen, waar ik de taal ook in spreek, zeg maar, ik doe dit even niet in het Engels, in Nederland ben je een man. Als je zeg maar de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, dan ben je officieel verder. Hoe verder is niks voor te doen, je wordt gewoon 18 en dan ben je van de een op de andere dag, als je de eerste dag van je 18 jaar zijn, ben je een kerel, heb je stemrecht en bla 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 bla. Maar alles is goed, pas op mij 21. Nee, volgens mij 18, ik ken die regels ook niet allemaal uit mijn hoofd. Maar het punt is, er zijn dus diverse kaders. Waarin binnen een bepaalde cultuur waar zeg maar regels gelden die bepalen of dat je uit liefde allemaal, het is allemaal uit liefde, het is allemaal van hey, dan ben je een vent en dan mag je dit en dan mag je dat en dan tel je volledig mee. Dus allemaal opvoedingsregels uit liefde die bepalen wanneer jij een man bent. Maar ja, wie heeft er nou gelijk? Volgens welke kaders, volgens welke regels is de liefde die daarin geuit wordt of vormgegeven wordt, volgens welke kaders is die liefde nou op een correcte wijze uitgevoerd? Nou,
Wat je ook helaas ziet binnen de christelijke gemeente momenteel, is zeg maar dat liefde, daar gaat het om. God is liefde, dus alles moet maar kunnen en alles moet maar getolereerd worden, et cetera. Want het is liefde, God is liefde, dus wij moeten ook liefde dingen. Oké, dan heb ik mijn volgende vraag, van ja, maar volgens welke regels? Een liefde moet ingekaderd zijn. Ik bedoel, volgens één is liefde dit en dat en dat, volgens die regels. Volgens anderen is liefde is dat en dat en dat. Ja? En die systemen, die regels die wij mensen maken, kunnen nogal eens botsen met elkaar in andere landen. Ik bedoel, hier in Nederland hoef je echt niet te proberen om kinderen hun handen in een zak met mieren te stoppen. Dat is kindermishandeling. Dus wat voor ons liefde is, is voor een andere cultuur misschien wel liefde en vice versa. Dus de vraag is, volgens welke regels is liefde op een correcte wijze liefde? Nou, en er wordt heel veel gesproken over liefde in kerken. En dat is allemaal goed, prima. Maar ik vraag me altijd wel steeds af, oké, prima. Lief God is liefde, doe je naast geen kwaad. Maar wat is je naast geen kwaad doen? Ik bedoel, is dat iemand initiëren door zijn handen in een zak met mieren te stoppen? Of is dat inderdaad de Torah voor laten lezen? Of is dat gewoon als je 18 wordt en that's it? Volgens welke regels? Nou, dus liefde heeft een kader nodig. Heeft een omlijsting nodig. Een set van regels waarvan je zegt, oké, dat is nou echt liefde. Nou, God wist dat. God hield daar rekening mee. God had echt zoiets van, oké, prima. Want wij kunnen wel regels stellen en standaarden stellen, maar dat zijn geen absolute standaarden. Er is maar één iemand die een absolute standaard kan neerzetten, en dat is God zelf. En God heeft dus ook via Mozes een aantal duidelijke regels meegegeven. Heb God lief en je naaste, gelijk jezelf, en daarmee is de wet en de profeten vervuld. Dat klopt. Maar dat moet wel praktisch vormgegeven worden. Er moet wel een praktische vormgeving aan gegeven worden. En niet alleen jouw regels zijn regels van liefde. Nee, want jij bent de standaard niet. God is de standaard. Dus zijn regels zijn als het ware de standaard daarin. En dat heeft God 3.500 jaar geleden gedaan bij de wetten van Mozes. Ja? Nou, daarna kwam Jezus. Ja? Jezus heeft als het ware die regels niet gebroken. Een heel aantal profetieën gingen over Jezus. Dus die voorspelden als het ware de komst van de Messias. Die voorspelden de komst van Jezus, zeg maar. Daarmee, die dingen zijn vervuld. Dat is wat Jezus duidelijk zegt in Matthäus 5. Ik meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeet af te breken. Nee, ik ben gekomen om te vervullen, in vervulling te doen gaan. Ja? Dat zijn de dingen die betrekking hebben op Jezus. Er zijn ook een heel aantal regels, zeg maar, die ons leren hoe op een goede manier met elkaar omgaan. Volgens Gods standaard. Dat zijn dus Gods liefde regels. Een voorbeeld. Als je over het eten van vlees en zo. Eten van dieren. Maar. Nou, de Bijbel zegt duidelijk van, ja, eet geen onreine dieren. Het is maar een voorbeeld. Hè. Ik neem maar een van de voorbeelden. Er zijn natuurlijk, weet ik hoeveel regels, iets van rondom de 600 regels. Zeg maar, en één daarvan is zeg maar, van eet geen onreine dieren. Nou, sinds Jezus weten we van, oké, als je onreine dieren eet, ja, het is niet zo dat je daar de hel toe gaat of zo. Geen probleem, dan maak je daar geen druk over. Want dat zou wetticisme zijn. Liefde is geen wetticisme. Ja, die regels zijn gegeven om ze op te volgen, om jezelf en je naaste lief te hebben. Een voorbeeld daarin inderdaad is dat eten van reine of onreine dieren. Ga ik naar de hemel omdat ik die regel uitvoer, het eten van reine dieren, zeg maar,
Nee, daardoor ga ik niet naar de hemel. Maar ik weet wel, en dat is de liefde die erachter zit, zeg maar, dat het eten van reine dieren, dan bespaart mij de ellende van het eten van een bak met schadelijke bacteriën. Ja? In paardenvlees, in varkensvlees, in garnalen, noem al die onder, in vleermuizen, in muizen, in katten, in honden, et cetera, et cetera, et cetera. Tuurlijk kan ik het eten. Sterker nog, ik heb het ook wel eens gegeten. Ik ben ooit eens getrouwd geweest met een Vietnamese vrouw, voordat ik christen werd gegaan, zeg maar. En ik ben toen naar Vietnam gegaan. En mijn ex-schoonvader, die gaf mij, stel een bordje voor met een hond. En ja, ik was best wel nieuwsgierig, ik was nog geen christen, dus ik weet ik veel. Dus ik dacht van, nou ja, oké, ik kan het op zijn minst eens proberen, weet je wel. Dus ik heb even twee van die dropjes op en op zich, het smaakt mij gewoon een heel, heel sterk smaak vlees, zeg maar. Later ben ik tot bekering gekomen en toen heb ik geleerd dat, zeg maar, in al dat soort onreine dieren, waar hond dus één van is, dat daar enorm veel bacteriën in zit. Is het dan verkeerd om dat vlees te eten? Nou, op korte termijn niet. Op korte termijn kun je best dat vlees eten. Als je een keer eet, is het ook geen ramp. Je gaat er echt niet door naar de hel. Door het niet te eten, kom je echt niet in de hemel. Maar het punt is, als je blijft eten, als je blijft eten van onrein vlees, zeg maar, dan kun je heel erg ziek worden. Heel erg ernstig ziek worden. Besmet met bacteriën waarvoor we nu absoluut nog geen medicijn hebben. Is dat dan liefde? Nee, blijkt me niet. Nou, in dat kader zijn die regels er dus. Dus met andere woorden, tuurlijk kun je ze breken. Dat kan. God is genadig en wil je vergeven. Dat kan. Maar ondertussen, als je ze blijft breken en breken en breken en breken, is dat dan liefde? Nee. Want op een gegeven moment, bijvoorbeeld het eten van onrein vlees. Jij brengt continu een bak met onreine bacteriën binnen die jou kapot maken. Dus met andere woorden, het eten van onrein vlees zorgt ervoor dat je ernstig ziek kunt worden en uiteindelijk daaraan sterven. Is dat liefde? Nee. Dus met andere woorden, waarom zou je het dan doen? Ja, kijk, als je bij iemand komt die ongelovig is en die weet niet beter, eet dan gewoon met de pot mee. Doe daar niet moeilijk over. En later, als zo iemand tot bekering is gekomen, kun je hem uitleggen van, joh, weet je wat is, de Bijbel zegt dat het niet goed is om dat onrein vlees te eten. En dan kun je nu met onze wetenschappelijke kennis zeggen, nou weet je waarom, die regel is inderdaad bevestigd door de huidige wetenschap, want dus het sticht van de bacterie waar mensen jou niet kunnen genezen. Nou, dat wist Mozes niet, dat weten eigenlijk pas sinds de laatste misschien 40, 50 jaar, dus God wist het wel en heeft die regel dus niet voor niks gegeven. Zo is het met al die regels die God gegeven heeft. Tuurlijk, je kunt ze breken en dat brengt je heus niet direct in de hel of indirect door het wel te doen in de hemel. Echt niet, daar gaat het niet over. Sinds Jezus althans niet meer. Wat het wel is, op een gegeven moment, het is niet goed voor je lichaam. Het is niet gezond voor je. Het is niet wijs om ze te doen. Met andere woorden, de wetten die God heeft gegeven, zijn eigenlijk wetten van liefde. Ja? Dus God is liefde, ja, maar hij heeft ook regels gegeven hoe je dat nou het beste kunt uitvoeren, in de praktische zin des woords. Dat is het kader waarin God, zeg maar, als het ware zijn liefde naar ons toe gecommuniceerd heeft. Van, jongens, als je dit doet, dan doe je, is het prima om te doen. Niet in een kramp, niet wetticistisch, echt niet, dat hoeft echt niet. Je hoeft echt niet over in een kramp te liggen als je een keer varkensvlees eet. Doe ik ook wel eens, ik bedoel, ik zit ook in een omgeving waarin ik soms niet anders kan dan varkensvlees eten. Maar het is uiteindelijk, weet ik inderdaad, dat het niet gezond is. Ga ik dan naar de hemel of naar de hel? Nee. Maar ik weet, en ik dat als ik inderdaad de sausage broodje eet, ja, dan weet ik dat ik het risico neem dat ik bacteriën binnenkrijg die niet gezond voor mij zijn. Ja? Ik probeer dus ook zoveel mogelijk te vermijden. Ik ga er niet over in een kramp zitten. Echt niet, dat is helemaal niet nodig, daar gaat het niet over. Het gaat niet over de kramp waar je in mag, want dan ben je wettisch bezig. Ja, het mag niet en dit en dat. En je stelt niet dit en je. Zo werkt dat niet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, het is beter dat je het niet doet. Het is een stukje advies wat God je geeft. Maar jongens, doe het niet, want. Ja. Zo is het met al die regels die God heeft gegeven. Jongens, het is beter om te leven volgens die regels. Want dat is gezond voor jezelf in eerste instantie. En op een gegeven moment voor je naasten. Voor de mensen die in je omgeving
leven. Als je dat doet, nou prima, perfect. Dan ben je gewoon goed bezig voor jezelf en daarna. Dus met andere woorden, Jezus heeft, en dat zegt Jezus ook heel duidelijk in Matteüs 5. Meen je niet dat ik gekomen ben om de wetten af te schaffen? In tegendeel. Nee. Wat Jezus daar doet, hij pakt 4 of 5 wetten. En hij verdiept ze juist. Hij zegt van nee, als je dit doet, dan gebeurt er dit. Als je boos bent, de Bijbel zegt van ja, het Oude Testament zegt, ga je ze op moorden. Maar Jezus zegt van ja, wacht even. Laten we eerst even een stapje teruggaan voordat je gaat moorden. Ja? Word niet eens boos op een onredelijke wijze. Want als je boos bent en je beleidt dat niet en je blijft in die boosheid, dat kan zich steeds verder ontwikkelen naar het punt dat je in staat bent om iemand inderdaad te vermoorden. Ja? Dus gij zult niet moorden, nee, word niet eens onrechtmatig boos. En blijf niet in die boosheid. Dus met andere woorden, Jezus legt daaruit hoe die wetten ook bedoeld zijn. Ja, hij verdiept ze als het ware alleen. En waarom? Omdat die regel van gij zult niet moorden, is een regel van liefde. Ja? Hij zegt ook tegen de overspelige vrouw, van, ja, hebben ze u niet veroordeeld? Nee, hij heeft u niet veroordeeld. Nou, geweldig. Ik veroordeel u ook niet. Maar, zondig niet meer. Wat was zondigen in de tijd van Jezus? In de tijd van Jezus was zondigen het breken van Gods regels, van Gods wet. Met andere woorden, Jezus roept ons als het ware op om niet om er in de krant te gaan zitten. Dat is de genade die God wil geven. Want het is soms moeilijk om die regels perfect te houden. Dat kunnen we ook niet en dat hoeft ook niet. Maar we kunnen er wel naar streven. Waarom? Het zijn regels van liefde. Gods liefde naar ons toe en naar onze naasten. Heb God lief met heel je hart, heel je kracht, al je kracht en al je verstand, zeg maar. En je naaste gelijk jezelf. Nou, hoe doe je dat? Oké, en daar zijn die liefdesregels van God voor gegeven. Niet om ons dwars te zitten van, ja, je moet en je zal en als je dat, dan ga je naar de hel. Nee, daar zijn ze niet voor bedoeld. Ze zijn bedoeld van, jongens, dat is het kader waarin liefde vorm, in de praktische zin, vorm krijgt in jouw leven. En in het leven van je naaste. Ja? Als je dat doet, geweldig, helemaal geweldig. Dat zegt Petrus ook van, nou, weet je wat het is? Het is goed dat de nieuwe christenen zich houden aan 4 dingen, zeg maar. Eet geen bloed, onreine dingen en hoerij en nog wat, die 4 dingen, zeg maar. Want, zegt hij, in de synagoges wordt op Shabbat, wordt de regels van Mozes toch wel voorgelezen. Met andere woorden, ze krijgen die regels toch wel te horen. Ja? Met andere woorden, die regels komen ze toch wel tegen. De liefderegels van God, die krijgen ze toch wel op die manier te horen, deze 2. Ja? Want Mozes wordt toch altijd voorgelezen in de synagoges. Ja? Dus, dat is eigenlijk de liefde van God, zeg maar. En dat is inderdaad een bepaald kader van een aantal regels die goed zijn om na te leven. Het is een stukje onderwijzing. Torah betekent ook onderwijzing, een leidraad, et cetera. Probeer ze niet zoals zo goed mogelijk na te leven. Voor jezelf in eerste instantie, omdat ze goed zijn voor jezelf. Want zoals ik net aangaf, eet geen onrein vlees, daar word je gewoon ziek van als je het doet. Op lange termijn, kijk maar naar de coronacrisis. Ja, de coronacrisis is, voor zover we weten, is ontstaan doordat men onrein vlees op een markt in China ergens at. Ja? Nou, dan zie je in heel veel van dat soort landen waar eigenlijk het christendom niet is, of geen bijbels gefundeerde religie aanwezig is, zeg maar. Dat zie je in China, in Afrika, et cetera. Dat zijn ook de haarden waar, als het ware, dat soort ziektes ontstaan, waardoor mensen ontiegelijk ziek worden, net zoals een coronapandemie. Ja? En dat is begonnen dus met het onreine dieren eten, onreine dieren consumeren, et cetera. Ja. Dat zijn de gevolgen als je het dus niet doet. Ja. Dat zien we dus, iedereen moet thuis blijven, bla 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 bla. Heel veel mensen worden ziek, et cetera. Dat zijn de gevolgen van als je een keer niet, als je herhaaldelijk niet luistert naar dat soort regels. Is dat liefde? Nee, dat is geen liefde. Dat is gewoon het breken van Gods wetten. Dus met andere woorden, het breken van Gods wetten, het breken van Gods liefdesregels, is dus het breken van liefde. Met andere woorden, wetteloosheid staat in dit verband synoniem aan liefdeloosheid. Dat is wat Jezus ook heel duidelijk zegt, van jongens,
Je kunt wel tegen mij zeggen, heren, heren, en et cetera, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment zegt Jezus, ja, tegen een aantal, een groep mensen die denken dat ze Jezus volgen. En zeggen van, nou, luister even, ik ga weg van mij, ik heb u niet gekend. Gij werkers der wetteloosheid. Met andere woorden, werkers der liefdeloosheid. Want het gaat niet, over welke regels heeft Jezus dan? Jezus heeft niet over de Nederlandse wetgeving. Jezus heeft ook niet over de Europese wetgeving, want die bestond toen nog niet. Ook niet over de Romeinse wetgeving. Jezus, toen Jezus dit zei, was het Nieuwe Testament nog niet geschreven. Dus daar kan Jezus ook nog niet over gehad hebben. Nee, Jezus had het dus over de wetten die God aan Mozes heeft gegeven. Ja? Dus wetteloosheid, het breken van Gods liefdesregels, is tevens het breken van de liefde voor elkaar, voor God, maar ook voor elkaar. Met andere woorden, wetteloosheid staat synoniem voor liefdeloosheid in dat verband. Ja? Moet je ze dan allemaal krampachtig geloven uitvoeren? Als ik het toch breek, dan ga ik naar de hel. Nee. Je krijgt automatisch de kans om ze te leren kennen, zoals Petrus ook zei. Ja, doe deze vier dingen en daarnaast krijgen ze ook de wetten van Mozes toch wel voorgelezen iedere week, ieder weekend, iedere Shabbat. Ja. En daarmee leren ze dus langzaam, stap voor stap, die regels te appreciëren en te waarderen en uit te voeren. Ja, daar ging het uiteindelijk om. waarom? Die regels zijn er voor jou en mij, zodat we in een goede verstandhouding volgens Gods standaard van liefde te leren leven. Nou, en dat is wat ik bedoel met God is liefde. Ja, in zijn kader, in zijn liefdesregels, et cetera, et cetera, et cetera. Niet in de regels die we zelf stellen. Niet in de regels dat je een kind zijn handen in de mierenhoop laat steken. Of niet als je iemand 18 wordt dat in een volwassen bent. Dus, ja, dat zijn culturele liefdesregels tussen twee haakjes. Ja? Maar dat is niet volgens Gods kader. Oké, dit is wat ik even met je wilde delen. Het is goed dat kerken het over liefde hebben. Maar nu, ik mis nog een stukje van, oké, maar waar is de praktische uitvoering? Ik bedoel, er zijn heel veel oprechte kerkleiders, zeg maar, die deze boodschap keer op keer herhalen. Van God is liefde en God is dit. En doen hiernaast geen kwaad, et cetera, et cetera. Maar vervolgens vergeten ze hoe je dat vormgeeft. En dat is eigenlijk ook mijn boodschap, ook naar deze kerkleiders. Van jongens, het is goed dat je het over liefde hebt. Perfect, geweldig, ga zo door. Maar, geef ook een kader van hoe je dat uitvoert. Ja? Niet in een kramp, niet in wetticisme. Maar wel inderdaad in liefde, op een liefdevolle wijze, leer mensen hoe je dan je naaste vervolgens lief moet hebben. Volgens welke kader, volgens welke richtlijnen. Ja. Oké, en dat is net zoals als je bijvoorbeeld 80 kilometer rijdt ergens, waar je op een plek waar je 50 kilometer mag rijden. En een agent houdt je aan, hoi, boete, ja, zoveel euro, boete. En je zegt, ja, meneer, u heeft helemaal gelijk, ja, vergeef me alstublieft. En die agent heeft een goede dag en zegt van, oké, joh, prima, ik scheld je de schuld kwijt. Chup, bom, weg. Ja, voor 30 kilometer te hard rijden, ik verschuur je. Dat is genade. Ja. Maar vervolgens is dat geen vrijbrief voor mij, dat als ik eenmaal die genade heb ontvangen, om dan op dat stukje waar ik maar 50 mag rijden, 80 te blijven rijden. Dat is raar. Ja? Dus die regel die daar geldt, die regel is gesteld voor de veiligheid van je medemens daar in de omgeving, in dat stukje straat of in dat stukje weg, daar is die 50 kilometer is daarvoor gesteld, zodat iedereen veilig in die buurt kan heen en weer marcheren, et cetera. Dus als ik 80 of 70 of 80 blijf rijden waar ik maar 50 mag, is dat dan liefde? Nee, ik word wel geacht die regel van 50 kilometer na te streven en zo goed mogelijk. En de ene keer zal ik er misschien 5 kilometer over zitten, de andere keer zal ik er misschien 5 kilometer onder zitten. Maar als ik maar in de gaten hou dat ik zeg maar daar op dat stukje uit liefde voor mijn naaste in die omgeving zeg maar, dat ik die 50 daar aanhoud. Ja. Anders gebeuren ongelukken. Daarvoor is die regel opgesteld. Dus met andere woorden, die regel, een Nederlandse wetgeving, en niet alleen Nederland, maar ook all over de wereld, zeg maar, worden dat soort regels gegeven uit liefde voor onze naasten. Nou,
Dan kan ik zeggen, nou, ik heb genade ontvangen van die agent en hij heeft mijn bon doorgeschud. Ik kan wel 80 blijven rijden. Oh ja? En je naaste dan? Dus met andere woorden, in de natuurlijke wereld waar ook regels gesteld zijn door de overheid, zeg maar, geldt, moet ik wel die regels, terug naar die regels, want ik heb hem nou gebroken, oké, de agent is mijn genade. Maar dan moet ik wel terug naar het houden van die regel. Ja, van die wetgeving, Nederlandse wetgeving. Ik kan die regel niet blijven breken. Maar als het om Gods regels gaat, om Gods wetten gaat, dan geldt dat in één keer niet. Dan kan ik wel die regels blijven breken, dan kan ik die regels wel overboord gooien. Ja, Jezus heeft de wet gebroken. Ja, er is genade, er is God is liefde en er is genade. En Jezus heeft die prijs betaald. Oh, dus dan kun je regels maar blijven breken. Ik kan toch ook niet 80 blijven rijden waar 50 geldt. Dus omdat de oom agent mij genadig is door die bon niet te geven, kan ik daar maar op 80 blijven rijden en die regel maar blijven breken? Nee, dat kan ik ook niet doen. Waarom met Gods wetten dan wel? Is dat liefde? Nee. Het is het breken van Gods regels is als het ware dus ook net zo liefdeloos als dat ik die regel van 50 kilometer blijf breken en 80 blijf rijden. Dat is ook liefdeloos. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen daar in de omgeving. Ik kan een eentje aanrijden per ongeluk als ik 80 rijd en niet op tijd kan rijden, et cetera. Dat is liefdeloos. Zo is het ook liefdeloos op een gegeven moment om Gods regels te blijven breken. Niet in een kramp. Leer er gewoon op je gemak mee om te gaan, et cetera. Ik zeg ook niet dat ik het makkelijk vind. Ik vind het ook niet altijd makkelijk. Ja? Ik bedoel, ik heb nou een baard, dat is ook iets bijbels. Maar ik heb hekel aan een baard dragen. Ja? Ik moet dat ook aan wennen. Soms zie je mij op YouTube met een baard, soms zonder een baard. Het is een regel die God heeft gesteld, waarom weet ik ook niet. Maar goed, ik probeer het maar. Ik bedoel, af en toe gaat hij eraf, dan denk ik maar, ik vind het niet prettig. God heeft er vast wel, ik weet niet meer of God die regel zo heeft gesteld. Goed, ik probeer het maar. Ik bedoel, ik doe het zo goed mogelijk. En ja, soms lukt me dat niet, ja, dan begin ik echt een hekel aan te krijgen, want het kriebelt en het prikt en het doet en weet ik veel meer. Maar oké, ik heb er ook een beetje een hekel aan, maar goed, oké, het is een regel die de Bijbel stelt. Nou ja, ik heb zo de hoeken van uw hoofd niet afscheren, et cetera. Nou oké, prima. Liever niet, maar ja, nou oké, het is wel wat er in de Bijbel staat. Ja. Dus probeer ik het maar, dus dat doe ik het maar zo goed mogelijk. En ik moet daar zelf ook aan wennen, dus ik ben er al een half jaar bezig om te wennen aan iets, zoiets hebben van al dat haar op mijn gezicht. Zodat ik er zelf ook, voel me er ook niet echt bij. Maar goed, het is een regel die de Bijbel stelt, dus oké, vooruit, het zal wel ergens goed zijn. Ja, ik vertrouw erop dat het ergens goed voor is. Oké, dit is wat ik met je wilde delen en ik hoop dat je begrijpt waar het om gaat. Dat je begrijpt dat God die regels heeft gegeven, niet om jou te pesten, niet om wettisch te zijn. Nee, die regels zijn goed voor jou en goed voor je naaste. En dus daar eer je God mee. Hetzelfde met al die andere regels, ja. Oké, dit is de boodschap die ik eigenlijk wilde geven. Denk er maar eens over na. En thanks for watching. Hasta la vista. See you next time.